Yes, yes. Ja, toch. Daar zijn we weer. Klasse, de podcast over onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Mijn naam is Ben Kremers en ik zit hier met mijn homie Marvin Leter. En we hebben vandaag Sinta vandaag de gast. Ja, welkom. Leuk. Fijn dat je er bent. Vind ik ook, leuk. Ja, heel tof. Hey Sinta, jij bent slaapexpert. Ik zeg eigenlijk, ach, nou, Sinta Bogaert is het, hè? Bogaert, ja. Bogaert, inderdaad, ja. Jij bent slaapexpert, maar jij bent veel meer dan alleen maar slaapexpert. Jij bent zelfs cum laude afgestudeerd, hè? In klinische psychologie. Ik zal niet alles op gaan noemen wat je gedaan hebt, want dan ben ik nog een kwartiertje bezig. Maar jij bent heel wijs, tenminste, zo vinden wij dat, we hadden het even over je. En jij doet heel veel. En je hebt je laatste, heb je onlangs, zeg maar, een beetje, zeg ik dat goed, gespecialiseerd in slaap? Zeg ik dat goed? Klopt. Ja, ja. Niet echt laatst, hoor. Daar ben ik al wel een jaartje mee bezig, maar ja. Maar voordat we het over slaap gaan hebben, Marv, hoe slaap jij? Slecht. Wil jij daar iets over zeggen hoe dat komt? Nee. Ik weet geen eens wat dat komt. Ik ben gewoon druk, man. Ik wil te veel en dan slaap ik ook rond 11 uur, 12 uur en dan moet ik om 5:30 weer wakker worden. Waarom sta je vroeg op? Dat heb ik al fucking vaak... Oh, sorry, ik mag niet schelden. Dat heb ik al super vaak gezegd, toch? Ja, ik heb gewoon moeite met opstaan, dus ik snoes tot 6 uur en daarna neem ik gewoon echt de tijd met douchen, aankleden, ontbijten. En als Naima er is, dan wil ik ook nog gewoon de haar doen, rustig. Ik wil gewoon echt voorbereid. Je ziet me toch altijd ontspannen, ook gewoon werk verschijnen. Van dit is het, man, ik heb al ontbeten. Ik hoor die dikke audio altijd aankomen. Banden. Ja, dat. Dan loop ik gewoon relaxed naar boven. Ik hoef helemaal niks te doen op werk. Ik hou daarvan, man, om gewoon lekker... Maar je slaapt slecht? Ik slaap te kort. Je slaapt te kort? Ja. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of het te kort is hoor, dat hoor ik zo meteen. Maar ik slaap volgens zeggen van mensen die me kennen, vinden ze dat ik te kort slaap. Ik slaap max 6 uur per Volgens mij, ik heb er niet zoveel verstand van, maar volgens mij is dat te kort. Maar ik heb een iWatch heel lang al en die denk van, weet je, in een paar weken ga ik die omdoen. Maar dan kan je dus ook je slaap checken en dergelijke. En je hebt dus ook verschillende verdiepingen van slaap. Ja, ik wist wel dat je diepe slaap had en dergelijke, maar wat er allemaal bij kon kijken, dat wist ik dus allemaal niet. Maar dat houdt hij allemaal keurig netjes bij, want je hebt dus je remslaap, je kernslaap en je diepe slaap. Nou, ik schrok dus, want je diepe slaap is eigenlijk heel kort. Tenminste, bij mij is die dan heel kort. Maar hij houdt die precies bij door middel van je hartslag en dergelijke, hoe dat allemaal zit. Nou, de ene keer slaap ik. Ik heb dus afgelopen nacht 7 uur en 53 minuten geslapen. Hou jij het om? Ja, dan hou ik hem om. Ja, nou, ik wil dat dus gewoon weten, maar dat vind ik echt lang. En ik van, oké, voor mijn gevoel ben ik heel tijd wakker geweest, maar blijkbaar dus niet. En ik ben ook gewoon echt moe. En soms is het 7 uur en 6 minuten, maar ik heb ook soms wel eens dat ik 5,5 uur slaap, zeg maar. En dan ligt maar net aan hoe ik mijn gevoel. Ik ben vaak moe, dus dan ga ik ook op tijd naar bed toe. Als ik begin te knikkenbollen op de bank, dan... dan ga ik op een gegeven moment naar bed. Dus ik zit een knikkenbol in het lokaal, man, als ik rest geef. Ja, ik kan niet meer in de toren, maar als ze een toets maken, moet ik echt gewoon echt vechten om wakker te blijven. Ik ben echt kapot, man. Wat doe je dan, Marvin? Om wakker te blijven? Ja, wat ik doe, ik betrap mezelf erop dat ik gewoon echt in slaap val. Dan doe ik ze mijn ogen open en kijk de kids af. Ik hoop dat jullie het niet door hadden. En ik probeer na te kijken of andere dingen. Ik probeer gewoon actief te blijven. Ja. Maar vooral als ik zit, dan... Als ik aan nakijken ben en het is echt super stil, het is echt een gevecht. Ik blijf dan bezig, want de omstandigheden was jij ietsjes later, een paar minuutjes. Hè? En dan moet ik wachten bijvoorbeeld, en Marv was ook, ik zei van, joh, Marv, doe me rustig aan. Dus dan, oké, is goed. En dan zit ik hier en dan, hey. En als ik dan serieus stilval, dan val ik gewoon in slaap. Dan, ja. Ik heb zelfs in de auto, dat is gevaarlijk. Jullie zeggen me wel veel dingen. Mijn handen jeuken natuurlijk als jullie het hier over hebben. Wacht even, eerst even weten hoe jij slaapt. Hoe ik slaap? Ja. Ik slaap wel in mijn bed. Oké, dat is al fijn. Dat is al niet met iedereen die ik spreek trouwens. Nee, dus je denkt ze maakt een grap, maar ik slaap weer in bed. Een luxe. Nou, sommige mensen die vermijden dat bed. Ja. Dus ik heb zelfs mensen die op de trap in slaap vallen of dat soort dingen. Maar ik ga gewoon in bed liggen. Maar ik ben niet per se de beste slaper. Nee, absoluut niet. Ik noem mezelf ook wel eens ervaringsdeskundige als het gaat om slaapproblemen. Omdat ik... daar is eigenlijk een beetje mijn reis tot slaapexpert begonnen. Bij mijn eigen slaap die niet zo goed was. Oké. Dus Want je bent van origine psycholoog.
En daar heb je best wel lang in, ik weet niet exact hoeveel jaren daarin gewerkt hebt. Maar toen dacht je van, nou, ik ga toch iets met slaap doen. Uiteindelijk, omdat je die ervaring hebt. Ja, nou mijn carrière tot slaapexpert, die begon altijd als een stage. Tijdens mijn studie psychologie, dus dat was echt al wel vroeg in de hele reeks. Ja. Want ik kwam stage lopen op een afdeling voor chronobiologie. Ik weet niet of jullie dat iets zegt, maar dat gaat allemaal over de biologie van de tijd. Mm-hmm. Dus de hele ritmiek van je lichaam, alle lichamelijke processen. En die afdeling, die richtte zich daarop. Dus die zorgde ervoor dat mensen weer goed in hun ritme kwamen. En daardoor ook minder depressief werden. Dus daar kwam ik stage lopen. En nou, als je stage loopt, weet je misschien, hè, dan kijk je vooral veel mee in het begin. Ja, en dan ben je heel observerend. Dus ja, ik zat daar dan naast die behandelaar en toen dacht ik, nou, dit is niet te geloven. Ze weet het niet, ze heeft het tegen die patiënt tegenover haar, maar dit gaat gewoon over mij. Er ging echt een soort wereld voor me open. Ik dacht, nou, dat is toch bijzonder dat je gewoon, dat ik deze kennis niet heb. Dat ik dit niet wist. Dat ik dus eigenlijk zelf een slechte slaper ben. Ik was eigenlijk al keer op keer naar de huisarts met allerlei klachten. Het ging niet rechtstreeks over slaap hoor. De ene keer had ik heel erg hoofdpijnklachten, dan had ik maagproblemen, darmklachten, extreem vermoeid. Elke keer kwam ik weer met iets anders. En de huisarts noemde dat dan vage klachten. Mm-hmm. Dus dan werd ik wel door de soort onderzoekmolen heen gehaald en naar de volgende specialist gestuurd. Maar eigenlijk kreeg ik elke keer hetzelfde antwoord en dat was, mevrouw, er is niets mis met u. Toen dacht ik, ja, niks mis met mij, maar ik functioneer gewoon niet. Ik ben niet echt zo'n huisartsloper, hè? Ik ga niet zo heel snel naar de huisarts, dus ik wil wel ernstig zijn voordat ik dat doe. En toen ik zei, joh, heeft dat niet allemaal gewoon met elkaar te maken, al die klachten? Maar die specialisten die keken eigenlijk alleen maar naar hun eigen stukje, waarvoor ze die doorverwijzing hadden gekregen. Dus dat werd eigenlijk nooit aan elkaar gelinkt, totdat ik daar stage kwam lopen. Noem het toeval, maar misschien moest het wel zo zijn. En daar leerde ik dat eigenlijk al die ritmes van het lichaam aan elkaar gelinkt waren. En bleek dat ik een slaapprobleem had. Dus de hele ritmiek van mijn slaap was ontregeld. Die klopte helemaal niks meer van. En daarmee ging alles als een soort domino om. Dus dan kreeg ik al die andere klachten ook. En nou, toen ik dat wist, kon ik het ook oplossen. Dat was fijn. Ja. En dat ben ik gaan doen. En toen ging dat heel goed weer. Dus al die klachten die verdwenen als sneeuw voor de zon. Daar waar geen specialist van begreep wat er aan de hand was, was er gewoon niet meer. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch echt gouden kennis. Waarom heb ik dit niet op school geleerd bijvoorbeeld? Ja, of tijdens mijn studie psychologie, dan had het ook wel gepast. En toen, ja, ben ik me dat meer eigen gemaakt. Het heeft me nooit meer echt losgelaten. Ik ben ook om me heen gaan kijken van, goh, ben ik nou de enige die dit niet wist of zo? Maar dat was ook niet zo, want ja, mijn collega's die stuurden ook hun cliënten naar mij als ze slecht sliepen, want die wisten eigenlijk ook niet zo goed wat ze daarmee moesten. Ja. Maar als die mensen dan bij mij in behandeling kwamen, dan ging ik slaaptherapie doen. En hoe lang denk jij dat het duurde voordat ze dan weer goed slapen? Doen ze een gokje. Dus mensen die komen dan, die hebben al 10, 20, soms 40 jaar. Ik had laatst iemand 50 jaar slecht geslapen. 4 weken. Wat denk jij, Marv? Een week. Oh, dat is wel heel optimistisch. Nou, in een week kan ik het niet voor elkaar krijgen, maar 4 weken komt wel aardig in de buurt. Ja, dus de onderzoeken laten zien zo'n 4 tot 8 sessies. En dan slapen mensen weer. Dat is toch onvoorstelbaar na zo'n lange tijd. Dus nou ja, dat vond ik fantastisch. Ja, dus ik dacht, nou, dit is zo'n gouden methodiek. Daar moeten we iets mee. Ja, en nu is het je core business. Nu is mijn core business. Ja, nice. Ja, dat klopt. Oh, wat ja. Goed. En de slaap is heel belangrijk. Heeft het ook dan te maken met waar je slaapt dan? Of maakt dat niet uit waar je slaapt? Want wij slapen volgens mij allemaal in een bed. Maar sommige mensen slapen misschien op de grond of in de bank. Of op Ja, nou wat ik vaak doe als mensen bij mij in behandeling komen, dan check ik wel even van, goh, heb je nu de omstandigheden ook zo gecreëerd dat het slapen ook mogelijk is? Ja. En dat is wel, ja, dat is wel fijn, dat is wel belangrijk. Want anders heb je dus heel snel, kan je al iets doen om dat te verbeteren. Maar vaak de mensen die echt al lange tijd slecht slapen, die hebben al van alles geprobeerd om het te verbeteren. Dus die hebben al ja, hun hele portemonnee geleegd voor een nieuw bed, een kussen, matras. Allemaal gadgets die ze hebben aangeschaft. Soms nog allerlei medicatie of uit de drogisterij. Allemaal hulpmiddelen. En het werkt niet. Nee. Totdat ze dan bij mij komen, dan gaan we kijken van, goh, waar zit nu eigenlijk het probleem?
En ik denk dat dat namelijk de, ja, een beetje de succesregel is. Dat we niet moeten gaan beginnen met het inzetten van verandering als we eigenlijk geen idee hebben waar het stuk is, waar het misloopt. Precies. En dat is dan wat ik ga doen met ze. Ja. Ja, tof, want als ik dan even het op mezelf betrek, zeg maar. Ik heb dan dat ik heel erg nadenk voordat ik ga slapen. En dat ik, als ik 's nachts wel wakker word en ik heb het druk op mijn werk, nou dan is het aan. En dan ga ik ook niet meer uit, zeg maar. Oh ja, shit, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Ik moet zus doen, oh ja, ja, ja. En daardoor kom ik of lastiger in slaap, of als ik wakker ben, dan is het meteen aan. En dan kan ik niet meer slapen. Dat is wat ik vaak heb. En bij jou, Mark, waarom... Heb jij dat ook, dat je dat zo ervaart, of is het andere dingen? Ja, het heeft met andere dingen te maken bij mij. Kijk, ik woon toch een tijd alleen. Ik woon al een tijdje alleen. En ja. Door het werk dat we doen, werk ik altijd in dienst van anderen, zeg maar. En als ik thuis kom, wil ik gewoon mijn me-time hebben. Ja. Dus dan wil ik gewoon sporten, wil ik gewoon een serietje kijken. Voordat je het weet is het alweer 12 uur. En ik vind dat gewoon... Hoe noem je dat? Ik vind het jammer om dan die tijd weg te gooien, want ik heb nu eindelijk tijd voor mezelf. Snap je? En alleenstaande vaderschap vind ik ook gewoon echt pittig. En ik vind het leuk, hè? Dat vergis je niet. Ik vind het echt leuk, maar het is gewoon pittig. Het is niet dat ik kan aftikken met iemand, snap je? Ik sta constant maar aan. Ja. En dan in de avond, ja, dan probeer ik gewoon de tijd voor mezelf te pakken. En die tijd zie ik gewoon echt voor mezelf. Dus daarom dat ik hoe dan ook wil gaan sporten. Maar dan is het alweer 10 uur. En dan moet ik weer wat eten. En dan wil ik ook nog even een serietje kijken. En dan kruip ik rond 12:15 naar bed als ik niet uitkijk, als niemand met me is. Ja, dan... Ja, dat is gewoon vermoeiend. Ja. En ik weet dat ik eigenlijk roofbouw op mezelf speel, maar op mezelf pleeg. Maar dat is nu de situatie waar ik in zit. Ja, snap je? Nee, dus dat is het gewoon. Ja. Ja, soms ligt de bank dan ook wel lekker en dan ben je iets aan het kijken of dan nog een serie kijken. Oh, nog eentje te plakken eraan vast. En dan precies. Is het lastig. Want waarom is slaap zo belangrijk eigenlijk? Nou ja, kijk, op het moment dat het slapen echt niet goed gaat, dan zien we dat er echt wel hele ernstige gevolgen uit voort kunnen komen. Ja. He, dus slaap, uit onderzoek blijkt dat het samenhangt met allerlei lichamelijke aandoeningen. Dus dan kun je denken aan veel voorkomende ziektes in het land. Suikerziekte bijvoorbeeld, hè, diabetes. Ja. Maar ook hart- en vaatziekten, overgewicht, verschillende vormen van kanker. Die zijn allemaal gelinkt aan slecht slapen. Ja. Ja, en soms ook kausaal. Hè? Dus dat wil zeggen dat het niet alleen maar zo is dat je slecht gaat slapen omdat je ziek bent. Maar dat het slechte slapen ook lijkt bij te dragen aan het ontwikkelen of het in stand houden van de ziekte of het verergeren daarvan. En hetzelfde geldt voor allerlei psychische problemen. Dus we zien ook, als we kijken naar hoe het mentaal met je gaat, hoe je in je vel zit en dat soort dingen, dan zien we ook heel veel verbanden met slecht slapen. Dus daar zien we het ook veel voorkomen bij depressies en angststoornissen. Mensen die last hebben van posttraumatische klachten. Maar ook bijvoorbeeld ADHD. Daar komen slaapproblemen heel veel voor. Dus zo zie je gewoon heel veel verbanden. Slaap is echt een beetje zo'n basisvoorwaarde, hè, om gezond te leven. We hebben het heel vaak over beweging en voeding. Maar eigenlijk... denk ik, ja, je kan nog zo gaan bewegen en op je voeding letten, maar als je het slapen niet goed hebt, dan... Dat hoort eigenlijk in het rijtje thuis ook. Ja, misschien nog wel bovenaan in het rijtje. Want als je dat slapen niet goed hebt, ja, dan verandert ook je spijsvertering en je stofwisseling en al die dingen. Dat is waar. Dus dan kan je nog zo gaan sporten en gezond eten. En dat, maar ja, als je dat met het slapen vervolgens weggooit, dan... Ja, doe je nog steeds die energie niet op, dan vind je nog steeds die balans niet. Dus het is echt wel een belangrijke voorwaarde. Wordt het een beetje onderschat dan? Dus dat we mensen te weinig slapen? Die indruk heb ik soms wel. Hoewel mensen die echt een slaapstoornis hebben, die hebben vaak juist weer zo'n focus gekregen op het slapen. Die vinden het zo belangrijk, want hè, op het moment dat het niet goed gaat... Hetzelfde met geld. Geld maakt niet gelukkig, maar als je het echt niet hebt, dan is het wel een probleem. Ja. En dat is ook met slapen natuurlijk zo. Dat als het gewoon lukt, dan hebben mensen, ja, die besteden daar niet zo heel veel aandacht aan. En dan misschien soms ook te weinig. Omdat ze heel vaak heel lang doorlopen, omdat het zo normaal is om niet goed te slapen. Ja. Maar mensen die echt een hele verstoorde slaap hebben, die zijn er juist ontzettend mee bezig. En dat houdt ze dan soms ook weer wakker. Dus ja, het is altijd een beetje zoeken, waar zit de balans? In insomnia, zeg ik het zo goed? Dat is toch slaap? Ja, insomnie. Oh, ja, insomnie. Ja, dat is een van de ruim 80 slaapstoornissen die hier beschreven staan. 80? Ruim 80. Wel heftig. Ja, dat is veel, hè? Wist je dat, Mark?
Nee. Ik ook niet, man. Ja, maar insomnie is de meest voorkomende. Dus die komt zo'n 10-15% van de mensen komt dat voor. Dat is wel veel. Dat is wel veel, inderdaad, ja. Ja. Maar ik denk van, hoeveel horen jullie in je omgeving mensen die over slaapproblemen praten bijvoorbeeld? Nee, ik ken echt niemand. Nee. Nee, echt niet? Nee, terwijl ze praten er niet over. Maar moet je, ja, ik dus wel. Nee, want ik heb het altijd over slaap. Dus zodra ik het over slaap heb, dan komen de verhalen, hè? Dat is wel grappig. Ja, ik ken wel één collega die zegt dat hij niet slaapt. Als hij het me vertelt, vind ik het gewoon super ongeloofwaardig. Maar het schijnt dus dat hij gewoon niet kan slapen. Omdat hij gewoon nachtenlang doorgaat. Ja, maar op een gegeven moment stopt dat toch ergens dan een keer. Ergens ga je toch echt slapen. Ja, precies. Ja, en soms merk je dat niet. Of soms doe je microslaapjes. Dat kan allemaal. Maar als je echt niet slaapt... Dat is moeilijk, hè? Dat lukt bijna niemand. Nee, maar toch? Als je echt niet slaapt, gewoon nul... Dan ga je uiteindelijk dood. Ja, toch? Want ik denk gewoon dat jullie lichaam op een gegeven moment gewoon zegt... Maar van, ik wil niemand daar bang mee maken, hè? Want dat is echt moeilijk, hè? Dat lukt je bijna niet. Want zelfs... Kijk, als ik jou maar lang genoeg wakker hou... Dat zie je ook wel eens in die studentenverenigingen, toch? Met van die ontgroeningen en zo. Of, op een gegeven moment, dan slaap je gewoon staand. Het maakt niet uit wat er allemaal om je heen gebeurt. Dan val je gewoon in slaap. In mijn studentenperiode, en ik denk niet aan mijn studentenperiode, heb ik... moest ik hosten op een feest, op de vrijdagnacht. Ik kwam thuis om 7:00 omkleden, werken bij mijn bijbaan in Den Haag. Thuiskomen, omkleden... Werken bij mijn bijbaan in de nacht, thuiskomen, omkleden en weer terug naar Den Haag, weer werken. Ik sliep pas zondagavond. Maar dan was het echt super snel. Dat ga je was wel voelen. Ik wou zeggen, dan val je dat was gewoon geen eens nadenken. Ik kwam thuis, tas neerleggen en werd volgende middag wakker. Toen was je ook, hoe oud was je toen? Ja, maar ik ging kapot. Het maakt niet uit hoe oud ik was, man. Ja, maar het is wel verschil. Nu zou het echt niet meer kunnen. En als je nog 18, 19 bent, dan kom je er nog een klein beetje weer. Ik denk als ik zou moeten... Zou ik weer datzelfde ritme aanhouden, maar ik denk dat het effect hetzelfde is. Want ik voelde me echt slecht. Maar hoe noem je dat? Ja, dat was ook echt niet goed dat ik deed, hoor. Ja, maar dat is ook wat er gebeurt, hè. Want kijk, wij denken allemaal dat slapen, dat is een soort uitknop. Ja. En dan ga je gewoon, je drukt gewoon op uit, tot je weer aangaat of zo. Ja. Maar wat daar dan gebeurt, is een soort mysterie voor mensen. Maar slapen is niet voor niets een werkwoord. Er gebeuren heel veel dingen tijdens het slapen. Ja. Hele belangrijke processen. Ja. Zoals groei en zelfvernieuwing. Maar ook heel veel van onze processen worden een soort van gereset tijdens het slapen. En dat maakt ook dat goed slapen nodig is om bijvoorbeeld overdag je emoties goed te kunnen reguleren en zo. En dingen goed te onthouden. Dus voor iedereen die luistert, die denkt ik heb morgen een tentamen. Dat slaap er een nachtje over, dat is echt wel een wijze. Want... tijdens de slaap worden al die herinneringen van de dag op de juiste plek opgeslagen. En op zo'n plek dat je er ook weer makkelijk bij kunt. Dus als je op dezelfde dag gaat leren en dan tentamen maakt, maak je hem waarschijnlijk een stuk slechter dan wanneer je eerst een nachtje overslaapt. Ja. Ik ben vader van twee schattige kinderen. En mijn jongste zoon, of ik heb maar één zoon eigenlijk, jongste zoon. Mijn zoon... Mijn zoon die sliep heel slecht. En vooral de eerste 2 jaar. Iedere nacht was ik wakker. En mijn vrouw natuurlijk ook dan allebei, zeg maar. Maar aan de ene kant was dat wel mijn... misschien wel de sterkste periode in mijn leven. Want ik sliep dan niet zo gek veel. Maar ik voelde me wel eigenlijk heel goed. Nee. En dat matcht eigenlijk niet wat dan in mijn hoofd gaat. En tot je te weinig slaapt en dergelijke. Dus hij heeft hij is nu 7, hij begint nu pas een beetje rustig te slapen. Nog steeds af en toe van die night terrors of dat soort dingetjes. Maar dat was 4 jaar lang hebben we echt moeten zwoegen. Maar hoe komt het dan dat je dan jezelf dan nog eigenlijk best wel goed, fit en gewoon gezond voelt? Terwijl je eigenlijk weinig slaapt. Ja, nee, dat is een goede vraag. Dat geldt overigens niet voor iedereen, hè Ben. Dus nee. Sommige mensen zijn echt gesloopt naar die... Na die gebroken nacht. En dat heb ik ook wel eens gehad hoor. Maar het is niet zo dat ik ziek thuis moet blijven of niet meer kon functioneren. Nee. Ik sportte gewoon. Ik ging gewoon werken. Ik deed gewoon leuke dingen. Dus... Ja, maar we kunnen dat ook. Hè, want anders zouden we wel heel gek gebouwd zijn, toch? Als we eigenlijk helemaal niet om kunnen gaan met een baby die 's nachts ook nog allerlei behoeftes heeft. Ja. Dus ja, we kunnen best wel veel aan. Absoluut. Ja. En het maakt ook wel uit welk stuk van je slaap pak je dan wel, bijvoorbeeld. Ja.
Want we hebben allerlei verschillende fases in het slapen, dus dat maakt nogal verschil. Ja, laten we het daar meteen even over hebben. Oh ja, dat is goed. Want we hebben de remslaap, kernslaap en diepe slaap. Klopt dat? Nou, we hebben meer slaapfases. De kernslaap is eigenlijk een periode in onze slaap. Dat is niet een eigen slaapfase. Dus we hebben eigenlijk verschillende fases in het slapen. Wil je dat ik dit uitleg? Ja. In een notendop. Ik ga mijn best doen. Ik ben niet van de notendoppen, nee, dat heb je gemerkt. Dat hebben we gehoord, ja. Maar we hebben verschillende slaapfases. We hebben lichte slaap, diepe slaap en remslaap. En gedurende de nacht wisselen die elkaar af. Dus we hebben elke keer een soort cyclus, een slaapcyclus. Dat duurt zo'n 1,5 uur ongeveer. Ja. En dan doorlopen we eigenlijk die stapjes. Dus dan beginnen we... We beginnen trouwens altijd wakker, hè, in bed. Mm-hmm. Klopt. Ja, je kent misschien van die mensen die zeggen... Nou, als mijn hoofd mijn kussen raakt, maar dat is niet heel... erg. Ja, dat is niet per se hoe het normaal gesproken werkt. Meestal lig je echt wel eventjes wakker. En dan val je in slaap. Dan kom je eerst in de lichte slaap. Dan hoor je meestal nog een beetje om je heen wat er allemaal gebeurt. Maar dan ga je steeds dieper in slaap vallen. En in die diepe slaap, daar komen we echt van tot rust. Dat is echt... Het stuk slaap, daar zit een beetje het goud als we het hebben over energie opdoen. Mm-hmm. En daarna gaan we door naar de remslaap. En die remslaap, dat is juist een wat actievere fase van onze slaap. Daarin dromen we heel veel en resetten heel veel van die processen in ons lichaam. Maar dan zijn we ook helemaal verlamd, want daar is geen energie meer voor eigenlijk. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke processen. En naarmate de nacht vordert, we hebben ongeveer 5 van die slaapcycli in een nacht. Maar de diepe slaap neemt af naarmate we richting de ochtend gaan en de remslaap neemt toe. Dus dat maakt ook dat op het moment dat jij die eerste 3 slaapfases al hebt gehad, die eerste 3, die noemen wij de kernslaap. Als je die al hebt gehad en dan wordt je zoontje pas wakker, mm-hmm, dan heb je dus eigenlijk dat goud al binnen. De rest is een soort van optionele slaap. Hmm. En hoeveel uur is dat dan? Dat zijn de eerste 3 slaapcycli van 1,5 uur. Dus dat is zo'n 4,5 uur ongeveer. 4,5 uur. Okay. Volgens mijn, waar jij fan van bent, bijna Apple Watch. Hè? wat zegt jouw watch? Ja, die zegt van, studies tonen aan dat de remslaap mogelijk een belangrijke rol speelt bij het geheugen en herstellen van de hersenen. Ja, dat klopt. In deze fase vindt de meeste dromen plaats, en dat zei je ook. Je ogen bewegen heen en weer. Want REM, dat staat voor Rapid Eye Movement. Dus misschien heb je wel eens iemand zien slapen met zijn ogen open en dat trilt altijd heel erg, die ogen. Dan weet je, die is in die REM-slaapfase. Maar je hebt toch gewoon je ogen dicht? Ja. Maar als je ogen dicht hebt, kunnen ze ook bewegen, toch? Mm. Ja, nee, true. Maar dat is toch gek dat je... Denk je daar wel eens over na? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Over wat heb je nooit nagedacht? Nou, dat je dus je ogen heen en weer gaan terwijl je ogen dicht hebt. Oh, ja, nee, ik heb... Ja. Vroeger spelletjes uitgehaald bij mijn broers en heb ik het altijd open gedaan en dan zag ik mijn ogen. Oh echt? Ja? Oh, dus jij hebt het gewoon gespot? Ja, ik heb gewoon gespot. Wat de fuck? Hoe bewegen zijn ogen? Oh, ja, crazy, ja. Maar want de remslaap treedt voor het eerst op na ongeveer 90 minuten nadat je in slaap bent gevallen. Ja, meestal volgens, net iets eerder. En dan heb je nog... Het zit aan het einde van die eerste slaapcyclus. Ja. En de diepe slaap, ook wordt het traag golfslaap genoemd. Klopt dat of niet? Ja, zo noem ik hem niet. Maar als je de hersengolven gaat meten, dan zie je van die trage hersengolven. Dat komt omdat alles tot rust komt. Dus je hartslag vertraagt. Dus eigenlijk, als ik die soort van heel... wat ook dingen voor mezelf goed praten, een beetje. Heb je al 5 uur slapen genoeg in principe? Nou kijk, dat is dus wel voor iedereen anders. Ja. Dus we hebben kortslapers en we hebben langslapers. En voor iedereen is iets anders gangbaar. Ja. Maar het is ook niet zo dat je alleen maar die diepe slaap nodig hebt. Want die remslaap is ontzettend belangrijk. Hè? Dat leg je net uit, Ben. Dus het is belangrijk voor je geheugen. Precies. En voor heel veel herstelprocessen. En voor je emotieregulatie overdag. Maar als je het eraf knipt, dan zou je heus wel eventjes door kunnen, zeg maar. Mm-hmm. Dat houden we wel vol. Als we wel die diepe slaap in ieder geval door zijn. Ja, want die trage golfslaap, het lichaam kan zich herstellen en maakt essentiële hormonen aan. Deze fase treedt in een langere periode op tijdens de eerste helft van de nacht. Het is vaak moeilijk om uit een diepe slaap te ontwaken omdat je zo ontspannen bent. Ja, dus je bent echt heel diep in ontspanning. Dus dan is het best wel lastig om iemand dan wakker te krijgen.
Ja. Als je denkt van nou... Maar hoe lang ongeveer is die diepe slaap dan? Want volgens mijn horloge bijvoorbeeld, mm-hmm. is dat, nou ja, weet ik van een uurtje, anderhalf uur. Is dat voldoende of is dat te weinig? Ja, dat kan ik niet zo zeggen. Zeggen. Nee. Dat varieert natuurlijk ook ja, dus mijn boodschap is altijd, slapen is maatwerk. Ja. Dus daar gaat het echt om. En het is echt een beetje een vervelend antwoord, zeker bij interviews. Maar geef me één gouden tip. Ja, nou, de gouden tip is, zorg dat je eigen gebruiksaanwijzing kent. Zorg dat je weet hoe het slapen bij jou werkt. Maar dus, als ik dus namelijk... sorry dat ik je onderbreek hoor. Ja, daar gaat-ie hoor. Maar als ik dus namelijk... soms haal ik mijn dochter uit bed. Of ze slaapt diep en dan wil ik dat ze vanuit de eigen bed vanuit mijn bed naar de eigen bed gaat. Of weet ik veel. Ja. Kan het ook zo zijn aan de reactie te zien dat ik haar uit een diepe slaap heb gehaald? Want soms kan ze heel hysterisch reageren als ik haar wakker maak. En soms wordt ze gewoon wakker en dan gaat ze naar bed en valt ze weer in slaap. Heeft dat er ook mee te maken met hoe je wakker wordt? Ja, het heeft wel te maken met hoe je wakker wordt. Maar ik kan het niet zo één op één zeggen. Want het kan zomaar zijn dat jij haar wakker maakt vanuit een bepaalde droom. Mm-hmm. Dus dan zou ze juist, is het weer waarschijnlijker dat ze in de remslaap zit. Dus uit de diepe slaap is het best wel moeilijk om haar wakker te krijgen. Okay. Als je haar makkelijk wakker krijgt, dan is ze in een wat lichtere slaap. Dus de remslaap is ook wat lichter, zit wat dichter bij het wakker zijn. Okay. En dat de laatste vraag, ik praat ook veel in mijn slaap, heb ik gehoord. Ja, echt crazy, ik heb gewoon hele gesprekken. Nee joh, ja, serieus. Ben je aan het spitten? Nee, ik ben niet aan het spitten, het is echt gek. Maar ik heb dat sinds jongs af aan, dat ik gewoon, mijn dochtertje heeft één keer geslaapwandeld. En daardoor ben ik zelf gaan nadenken over de opmerkingen die ik heb gehoord van mijn ouders. Dat ik echt volledige gesprekken voer. Is dat ook dus in je remslaap, zeg maar? Of is dat weer iets anders? Is dat een soort van afwijking? Nee, dat is wel een goede vraag. Het is absoluut een afwijking, nee. Maar nee, grapje. Nee, kijk, dus slaapwandelen en praten in je slaap, dat valt onder de categorie... slaapstoornissen, dat noemen we parasomnie. Ja. Er zit, dat is allemaal gedrag tijdens het slapen wat helemaal niet thuis hoort tijdens het slapen. Nou, in onze kindertijd komt dat veel vaker voor, dus daar is het wel wat normaler dat dat gebeurt. Maar sommige mensen houden dat ook in de volwassenheid. Okay. Nou, het komt meer voor op het moment dat je bijvoorbeeld alcohol drinkt of bepaalde medicatie of middelen gebruikt. Of wanneer je heel gestrest bent. Ja. Of wanneer je slaap gewoon niet zo goed geregeld is. En we hebben net al gehoord, ja, het loopt niet zo lekker, dus kans is groot dat het dan ook wat vaker voorkomt. Mm-hmm. Maar die parasomnieën, zoals we dat dus noemen, die komen in principe niet zo vaak voor in de remslaap. Okay. Want tijdens de remslaap, dat zei ik net, zijn we eigenlijk nagenoeg verlamd. Ja. En dat is ook wel een soort beveiligingsmechanisme, hè? Want dat is dus wanneer we dromen. Dus als we nou van alles kunnen gaan doen wat we dromen, dan gaan we onze dromen uitvoeren. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Ja, dus precies. In principe, het slaapwandelen en het praten in de slaap zitten meestal in de non-remslaap, zo noemen we dat. Dus in de diepe slaap of in de lichte slaap, maar meestal zit dat in de diepe slaap. Okay. Het komt wel eens voor in de remslaap, maar dat is vaak bij mensen die dat noemen we neurodegeneratie. Dus mensen die bijvoorbeeld beginnende Parkinson hebben. Of dat soort dingen. Dan kan het voorkomen in de remslaap. Maar dat is totaal niet... Nee. Dus ik denk niet dat het bij jou in de remslaap absoluut voorkomt. Nee. Oké. Ja. Nou, ik ben weer een heel stuk wijzer geworden. Ik dacht dat het niet kon, maar toch ben ik nog wijzer geworden. Dus, zo zie je maar. Nice. En deze aflevering zit er helaas alweer op. Gaat snel. Ja, het gaat heel snel. Is het een beetje geworden wat je ervan verwacht had? Ja. Absoluut. Ik vind het leuk, gezellig gesprek zo met jullie. Ja, absoluut. Nou hebben wij natuurlijk heel vaak over onderwijs en dergelijke. Daar hebben we het nu niet zo gek voor over gehad. Maar dan wil ik de aflevering hierna wil ik daar wel over de pubers en de kinderen. Hoe die slapen en dergelijke. Dus daar gaan we het hierna over hebben. Goed idee. Onze gast sluit altijd de podcast af met het laatste woord. Nu had jij, toen wij even aan het praten waren, hier gewoon op de gang zeg maar... Dan had jij een hele wijze uitspraak over je leeftijd, zeg maar. Als je dat nou zou willen herhalen en dan twee of drie keer zeggen dat mensen het goed horen, is dat het laatste woord. Vind je dat een goed idee? Ik vind dat prima. Ja hoor. Dan, bij deze bedank ik alvast alle luisteraars. Check ons op Spotify natuurlijk. Check ons op Instagram, TikTok. Maar waar zitten we nu tegenwoordig ook op? Hoe heet het nou? Threads? Nee, Threads. Threads. Ja. Threads. Een soort X is dat, hè? Ja, een soort van oud Twitter. Oud Twitter, inderdaad. Ja. Check ons, klasse.podcast.
Ik ga alvast heel lang zo met muziekje aanzetten. En als jij het even een paar keer willen halen, dan... En bedankt voor je komst natuurlijk. Ja, top. Nou ja, volgens mij de uitspraak waar jij op doelt is... Je weet helemaal niet hoe je uitkent. Moet je weten.